Yes. Nou, welkom weer bij een nieuw klantinterview. Thomas, super dat je even tijd hebt vrijgemaakt. We hebben natuurlijk Geen redelijk probleem. wat gedaan de afgelopen 6 maanden. En ik was wel benieuwd van waarom je überhaupt was begonnen met ja, bol.com en online ondernemen in het eerste geval, zeg maar, voordat je begonnen was, waarom je hiermee aan de slag wilde gaan. Wel, ik was eigenlijk begonnen met een Shopify. Toen heb hij mij aangesproken via een Facebook was dat, denk ik. Ja, Ja, Facebook. klopt. En daar ben ik dan op ingesprongen. Had mij al een paar keer ervoor gestuurd, maar nooit echt op ingesprongen. Maar dan toch met de Shopify-account heb ik het dan toch wel gedaan. Ja. En dan heb hij mij aangeraden om bol te starten, om toch wel eerst wat omzet te kunnen draaien. Ja, en daar ben ik blijven plakken. Dus ik vind het alleszins heel wijs wat er gebeurd is in de Ja. afgelopen 6 maanden. Ja, dus 6.000 euro omzet, ongeveer 1.000 per maand dan gemiddeld. Dat is in ieder geval een Ja. start. Dat zijn de resultaten die je hebt behaald. Ja, hoe heb je die resultaten überhaupt kunnen behalen afgelopen tijd? Kan je iets meer vertellen over hoe we dat samen hebben kunnen doen? Vooral door de tips die je hebt gegeven, hè. De producten aankopen op Alibaba en zo, hoe dat dan moest doen, welke producten, productinfo op het artikel zetten en zo, hoe dat we dan moeten adverteren op Bol. Daardoor eigenlijk heb ik die omzet kunnen behalen. Maar niet alleen dat, ook ja, je moet er een beetje dagelijks mee bezig zijn ook uiteindelijk. Dus ik denk als je daar alle dagen 1 uur, 2 uurtjes mee bezig bent, dat je echt wel ver kunt komen eigenlijk. Zeker. En hoe belangrijk denk je dat het is dat ik jou die hulp had geboden qua producten, titel, foto's, omschrijving, alles wat er voor nodig is om die omzet te behalen? Hoe belangrijk denk je dat dat is om ja, dat toch Ik te weten? vind dat wel heel belangrijk, dat je eigenlijk een coach hebt die je daar wegwijs in helpt. Want zonder coach, ja, ik denk dat je dan in het wilde westen de weg kwijtraakt. Dus je moet iemand hebben die er iets van kent. Want anders ga je ook te veel gaan uitgeven aan advertenties en zo. En dat is wel niet goed. Want uiteindelijk is je winst dan weg. Ja, zeker. Want je hebt misschien voor de kijkers dat ze iets meer kunnen begrijpen. Je hebt dus een bolstore in Nederland en België. En daarin Ja. verkoop je dus ook producten veel organisch. Dus niet per se met advertenties. Toch? Ja, ook organisch, hè, inderdaad. Ja. Dus eenmaal, maar in het begin moet je altijd een klein beetje adverteren. Eenmaal als ze dan zogezegd bovenaan de lijst staan, loopt het eigenlijk allemaal vanzelf. En is adverteren eigenlijk valt dat uiteindelijk weg. Dus, Ja, en wat is je beste maand die je had gedraaid? Denk vorig jaar, misschien wel 2000 euro omzet in de maand of zoiets. ja, dat was de maand december, inderdaad. Zo, allee, eigenlijk tussen de twee, eind november, begin december, naar de kerstperiode toe, was dat ook wel een maand van 2500 euro. Hè. 2500 euro omzet in 1 maand. En dat eigenlijk vanaf nul. In een paar maanden tijd hebben we dat kunnen. Yes, inderdaad. Ja, want ik ben maar in november begonnen eigenlijk met Bol. Dus Dat het is ging heel binnen. rap op dat Ah, ja. moment. Oké, ja, dat is goed om te horen. En hoe kijk je naar ja, deze november, december? Ja, je hebt natuurlijk vorig jaar gezien dat dat de beste tijd was, maar misschien ben je daar nu ook al langzaam mee bezig met, ja, we hadden natuurlijk net onze call van, hey, welke producten en hoe ga je voor die tijd weer voorbereiden? Hoe zie je dat Ja, inderdaad. hier dit jaar? Dit jaar ga ik me daar volledig op voorbereiden. Ik zou graag in oktober eigenlijk al volledig klaarstaan daarvoor. Al beginnen kijken, allee, de nodige producten al hebben en zo. Ook via de dropshipping site waar ik mee bezig ben. Dus eigenlijk, ah, en ik zou eigenlijk graag ja, zeker het dubbele willen draaien dan vorig jaar. Dus ja, sowieso zoeken achter nieuwe producten. Dat is. Ja, zeker denk ik dat het wel mogelijk is om 5 tot 10k per maand misschien wel te gaan tikken dit jaar. Ja. Zeker met ja, die methode die ik je had uitgelegd, weet je wel, waar je nu mee bezig bent. Kijken hoe dat aan gaat slaan. Dus ja, dat zijn allemaal mooie dingen. Inderdaad. Oké. Heb je zelf verder nog andere plannen voor Bol dit jaar? Of hoe zie je dat voor je nu je die eigen business hebt gebouwd vanaf nul, die ja, nu echt wel meer dan tienduizenden per jaar gaat draaien, zeg maar, qua omzet, verwachten we wel. Vooral voortbouwen. Uitkijken naar verbeteringen, een soort van fulfillment systeem dat eigenlijk allemaal automatisch gaat. Ja. Dat ik zo gezegd wordt voor mij dat ik eigenlijk bijna niets meer moet doen, dat ik op reis kan gaan en dat het eigenlijk allemaal automatisch draait. Daar wil ik nu naar kijken, vooral.
En dan misschien ook nog een andere website gaan starten. Ik heb iets in mijn hoofd, maar dat is nog een beetje aan tijd bouwen. Zodanig dat er eigenlijk ja, nog meer omzet kan gedraaid worden. Niet enkel op Bol, maar dan op mijn eigen website. Misschien in de toekomst ook nog een keer Amazon weer proberen. Dat zal het zo'n beetje zijn, denk ik. Ja, hoe belangrijk denk je dat het is dat je die skills bij mij dus hebt geleerd? Daar kan je dus ook iets mee. Niet alleen die 6 maanden dat we het coachingprogramma hebben gedaan, maar ook in de toekomst kan je daar natuurlijk veel mee met die skills die je nu hebt. Ja, inderdaad. De skills die ik heb aangeleerd zijn heel belangrijk. Omdat, ik heb daar juist al gezegd, omdat je anders niet weet wat er, ja, wat er op je afkomt. Zonder die skills. Eenmaal dat je die hebt, kunnen we wel gaan voortbouwen. Ik denk dat het natuurlijk ook wel belangrijk is dat je dan nog altijd contact blijft behouden met de coach. Achter die 6 maanden. Om ja, want ik denk dat je nog wel veel meer in je marge hebt om te tonen aan ons dan dat je nu al kunnen tonen hebt. Dus nee, heel belangrijk. Dus je zou het zeker iemand aanraden om bijvoorbeeld bij mij coaching af te nemen voor verkoop of. Alvast, alvast. Een echte aanrader. Super, nou dat is goed om te horen, Thomas. Ik vond het heel fijn om met jou te werken ook. Dus ja, ik heb jou natuurlijk geholpen. Maar je hebt natuurlijk ook zelf de tijd erin gestoken, producten thuis. En je hebt natuurlijk ook nog een gezin en nog werken naast, volgens mij nu nog. Dus ja, dat laat ook alleen maar zien van dat het wel mogelijk is als je graag wilt. Dan kan je wel Ja, alles is kijken. mogelijk. Dus ja, heel veel mensen die hebben natuurlijk excuses van ja, ik heb 2 kinderen of je hebt natuurlijk ook een gezin en een vrouw en een baan. En dan denken ze dat het misschien niet kan, maar je kan het er wel gewoon naast doen en wat gaan opbouwen. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Uiteindelijk is het maar is het heel gemakkelijk. Gemakkelijk gaat het nu niet zijn. Je moet er tijd in steken en zo. Maar je kunt het op je gemak. In plaats van 's avonds naar je televisie te kijken, kun je gewoon op je laptop zitten en je business uitbouwen. Ja. Zo makkelijk is het uiteindelijk. Ja, je hebt alleen die laptop nodig waar we nu op praten en goede Voilà. internetverbinding en je kan Voilà. beginnen eigenlijk. Voilà. En al datgene dat we nu gezegd hebben: laptop, internetverbinding. Kunnen nog een keer allemaal in je belasting steken ook. Dus het is Ja, voilà. dat is ook wel makkelijk nu Voilà. dat je je eigen bedrijf hebt natuurlijk. Kan je natuurlijk ook dingen zoals een laptop of andere dingen die je doet, kan je natuurlijk ook, heb je veel belastingvoordelen als ondernemer. En als werknemer heb Inderdaad. je die natuurlijk een stuk minder, die belastingvoordelen. Yes, klopt, klopt. Oké. Heb je nog laatste dingen, Thomas, dat we dit ja, korte interview even afsluiten omtrent onze samenwerking? Ik wil je eigenlijk gewoon bedanken voor de kans dat ik gekregen heb. De opportuniteit en de skills die je mij aangeleerd hebt. En ik hoop in de toekomst dat we elkaar nog gaan horen en dat we misschien nog een samenwerking kunnen uitbouwen. Ja. Dat is goed om te horen. Alleszins heel erg bedankt. Ja, zeker. We blijven gewoon ook contact houden, Thomas, komende tijd voor alles ernaast. Voor de rest van je business in ieder geval. Dus ik vond het ook heel fijn om met je samen te werken. En dat we al wat mooie resultaten hebben behaald. Maar ik denk dat je nog mooie resultaten kan behalen in ja, 2024 uiteindelijk. Gaan we zeker doen. Super. Nou, in ieder geval bedankt, Thomas. En dan spreken we elkaar snel weer. Oké, top. Sorry.